Wat doe je hier nog? Wij hebben verschillende sportieve activiteiten hier. Meestal kunnen van alles even proberen. Alles is gratis. Jong en oud kunnen zowel voetballen en dergelijke sporten in deze kooi. Daarachter kunnen ze survivalen. Er zijn diverse demo's van verenigingen uit de gemeente die even zien laten wat ze al hier kunnen. Er kunnen spiekenbroek hangen worden. De skatebaan zit er nog. Er wordt tennissen. Ik ben wat meestal aan die kant aan het klimmen en aan het darten en tafeltennissen. Ja, is van alles eigenlijk. Wat doen jullie hier vandaag als Responsible Young Drivers? Ja, Responsible Young Drivers. Het is een stichting voor de verkeersveiligheid. En met deze actie proberen we jongeren bewust te maken van de gevaren van alcohol en drugs in het verkeer. We hebben hier een simulator, het is een fiets en daarbij krijg je een virtual reality bril op. En nou ja, dan kan je dus ervaren hoe het is om met alcohol of drugs om te rijden. We waren onder trek van de vakantie een heel grote bron gewoon in de kantine. Het liep heel iets, maar het is wel een heel vaste bron geweest waar heel veel reedskeerden gewoon. En ja, de skeerde is wel 1200 euro minimaal. En wat we hield wat er voor komen. En maar dit is een vrijwilligersactie. Dat doen we met het baldoek schieten, wat hier nu achter aan de gong is. Het draaiend draad. En maken met het verkeer van drinken en eten. Ja, een keer wat cent verdienen om weer een wederopbouw te doen van de kantine. En slaat het ontnood aan dat ze de meeste dat de bal onder wat trok in het rode gat? Nou, dat is nogal moeilijk, want in field kun je heel goed scoren. Hè. We hadden een periode die scoren heel veel in de wedstrijd. En dan valt het wel het zin om direct te scoren. Maar de heeste score is nog 50 punten. En er zijn al wat prisjes voor jongen, maar 30, 24 punten. Maar over het algemeen lukt dat wel aardig. Ja. Had het zelfs ook al een keer bezocht? Ja, ik had het net bezocht. Ik had er eigenlijk een beetje te druk voor jou. Ik probeer al die mensen hier een beetje in te heilen. Maar ik zal straks nog even een poging doen.